Hallo iedereen, hier zijn we met het vervolg van onze kooltrui. Mijn kraag is dus compleet. Ik heb mijn 26 of 28, ik weet niet, ik heb niet precies gekeken, maar ik zal een keer meten hoeveel ik heb. 27, dus ik zit in het midden. Wat ik jullie nog wil vertellen, er werd mij attent op gemaakt dat ze mensen die niet wisten wat ze met deze steekmarkeerder moesten doen om hem te laten meelopen. Dus ja, als u aan de steekmarkeerder komt, u breidt de laatste steek, u flipt deze naar de andere naald, dus naar uw rechternaald. En u breidt gewoon verder. En dat is al. Ik heb dus wel nog iets. Als jullie bijvoorbeeld, zoals ik gedaan heb, ik wist dat ik vanaf hier ongeveer nog een 6 centimeter moest doen. En anders moest ik elke keer gaan meten. Dus heb ik daar een markeerder gestoken dat ik vanaf daar kon meten. Maar dan steken jullie hem niet tussen de naalden, dan steken jullie hem in een steek. Ik ga hem hier uithalen, want nu heeft hij toch geen nut meer. En de steek mooi trekken, dat die. Dus als je hier wil, zeg ik, kijk, hier begin ik aan mijn andere kleur bijvoorbeeld. Daar heb je geen markeerder voor nodig om dat te zien. Maar je steekt hem door de steek, hij maakt hem toe, hij laat hem gewoon hangen. Meer niet. Oké, maar nu hebben we dus wel onze markeerders nodig. Ik ga er hier een paar uit aan, want die grote ben ik niet zo'n fan van. Ik heb liever die kleintjes. Om tussen mijn werk te hangen. Die achterste die blijft erin. Dat is de achterkant van onze trui. Niet dat het een groot verschil zou maken. Maar zo blijven we. Ik denk dat ik er wel genoeg ga hebben. Gaat wel zien. Oké, ze staan hier dus. Dus hierachter steken dat ik ze niet van mijn tafel sla. Dus, we gaan verder. Ik heb gezegd, ik wil met twee kleuren gaan werken. Omdat ik denk dat ik niet genoeg ga hebben met één bol. En ik had er nog van elk één, kan je zeggen. Die één was al een stuk van gebreid. Onder andere voor dit. Maar toen kwam ik tot de vaststelling dat het een verschillende dikte was. Want deze is dus met de light gebruikt. Die is al etterlijke keren gewassen. En u ziet, die behoudt zijn schoonheid, zeg maar. Oké, dus we gaan verder. Ik heb mijn eerste rij rechts, dat ik jullie ook al gezegd heb dat we moesten doen, zo goed als gebreid. Maar ik ga nu tonen hoe we die overschakeling maken, dat we geen trap hebben, want als we deze steek gaan breien al, is dit al de tweede rij van ons werk. En dit is nog de eerste rij dat ik nu aan het breien ben. En als we dit niet doen, dan zitten we dus met een trap van één steek, maar in een naald nummer 5 of zelfs in een dikkere naald, zelfs in een fijne naald, zie je dat werkelijk goed het verschil dat die streep niet doorloopt. En we gaan er iets moois van maken, dus we gaan ze laten doorlopen. En dat is ook zoiets dat iedereen kan horen. Dus ik ga nu breien tot mijn laatste steek. En ik moet opletten, want ik heb mijn draad afgeknipt. En van die grote bol, ja sowieso moet je hem afknippen, maar die grote bol hangt in mijn weg. En dan gaan we, ik ga er nu mijn steekmarkeerder van tussen halen, voor een klein momentje. Ik ga het rechterbeentje nemen. Je ziet het, dat is mijn laatste steek, mijn eerste steek van mijn nieuwe toer. Deze. Ik ga daar het rechterbeentje van op mijn naald zetten, mijn rechternaald. Ik ga er mijn linkernaald ondersteken en ik ga die eerste rozensteek in mijn geval en die
laatste mauve steek samen gaan breien. En dan breien we gewoon verder. En dan ga ik nog een keer mijn draad aantrekken. Dus je ziet, de streep gaat doorlopen. Maar nu moet ik het wel in de gaten houden, want ik moet nu mijn steken gaan verdelen. Maar ik kan ook een tip, als jullie bijvoorbeeld per ongeluk, want dat gebeurt, dat uw steekmarkeerder er van tussen valt, zonder dat u er erg in hebt. Als u bijvoorbeeld tv zit te kijken of zo. U kunt zien, onderaan, bij uw werk, waar u begonnen bent, ziet u de opzetdraad hangen. De steek links van de opzetdraad is de eerste steek van uw toer. Dus als u deze volgt tot boven, weet u, dit is mijn eerste steek van mijn toer. Dus dat kunnen ze eventueel in de volgende toer er terug in steken. Als u dat wilt. U kunt ook wachten tot uw kool gebreid is. Eens u dat weet, is dat niet moeilijk. Maar eens u dus aan de meerderingen en zo bezig bent, wordt het wat moeilijker om het te volgen. Maar in de kool is het dus nog mogelijk. Oké, ik ga mijn boek een beetje vooruit leggen, want ik heb opgeschreven voor de verdelingen. Ik moet wel zeggen, dit is voor de large. Maar voor die andere maten die ik aan het begin van mijn eerste video gezet heb, is de verdeling natuurlijk anders, aangepast aan het aantal steken dat ik opgezet heb, of dat jullie opgezet hebben. En dit ga ik er ook bij zetten. Ik ga de verdelingen in de video zetten. Voor degenen die willen van eerste keer beginnen breien. Anders moeten jullie wachten tot de beschrijving online komt en dat zal nog wel een week of 4-5 zijn. Oké, we gaan verder. We gaan onze steekmarkeerders insteken voor onze meerderingen. Ja. Ik heb dus al 2 steken van mijn rij gebreid van mijn toer. Ik moet er 12 hebben. 3. 4. En ik ben bezig met mijn magische loop en ik ga voortgaan. Gewoon omdat mijn bestaalde breinaald daar dus blijven aperen is en leuk. Ik kreeg bericht dat hij in ons postkantoor was, hier in Maldegem waar ik woon. En dan kijk ik online naar de tracking. Ik versta nu wel met de feestdagen dat er fouten kunnen gebeuren hoor, dat is geen probleem. Maar die zitten zijn leuk. Hoe die daar terecht gekomen is, alleen de post kan het weten. We zullen wel zien. Dus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En mijn grizzlybeer is ook aanwezig. Ik hoop dat jullie hem niet kunnen horen. Mijn maag dus. Hij rommelt dat geen naam heeft. Oké, dus hier steken we een steekmarkeerder. We breien 3 steken. Alles rechts dus. Vanaf nu. En we steken er nog één. We zien dat die toe is. Ja. We steken er nog één tussen. We doen 10 steken. En deze 10 steken zijn dus voor de mouw. 4. 4. En ik zal ook kijken voor de kleinere maten. En voor de grotere, als jullie meer of minder moeten meerderen, want dat ga ik ook moeten bekijken. Maar daar hou ik me wel een beetje mee bezig. Op een rustige namiddag. Drie steken. Een steekmarkeerder, en dan breien we er 24.
Dat is ons voorpad. Ik heb er 16, misschien dat ik het niet vergeet. Is mijn naald doorhalen. En deze. Zo werd het makkelijker. Ik moet wel zien, als jullie dit doen, dat jullie hier goed de steek aantrekt, dat je geen gaten hebt. Je kunt zien, hier heb ik ook altijd zo gebreid en ik heb geen openingen of geen gaten. En dat zijn er 24. Dan steken we opnieuw een markeerder. Dan doen we 3 steken. 3. En een markeerder. 10. En als mijn telling nu niet uitkomt, heb ik mezelf geschost. Als ik verkeerd uitgerekend heb, ik hoop van niet. En dan nogmaals 3. Die is ook een markeerder. En nu op hoop van zegen normaal nog 12. En ik denk dat ik er te veel heb. We gaan zien. Zie. Ik heb er 4 te veel. Dus ik ga moeten opnieuw berekenen. Maar ik ga het aanpassen en ik ga het opzetten op de video. Ik ga nu gewoon doorbreien, want anders. Ik ga het straks wel herhalen. Hoe dat komt, ik zou het echt niet weten. Ik heb ergens een paar steken. Ik ga nog een keer controleren als ik niet misbreid heb hier. Dus 2, 4, 6. Aha, hier zit de fout. Ik zit al voorbij. Ik ga het zo doen. Ik zit al voorbij aan mijn begin. Ik ga mijn begin voorlopig aan het begin van mijn rij houden. Dan zit ik wel juist. Ik heb toch geen fouten gemaakt. Gelukkig. Maar nu ga ik natuurlijk moeten een beetje mijn steken verleggen. Dus mijn begin van mijn toer zit nu dus hier aan het begin van mijn loop. Van mijn lus. En ik ga jullie nu tonen hoe je gaat meerderen. Want er zijn 2 verschillende manieren van meerderen. Om het een mooi resultaat te geven natuurlijk. Dat het een beetje op een raglanmouw gaat lijken. Oké. We breien gewoon rechts tot aan de markeerder. Dus dat zijn 12 steken. Dat was even zwetend daar juist. Dat ik zo moet naar beginnen.
12. Dus nu zetten we aan onze eerste markeerder. Als we voor de markeerder meerderen, nemen we met onze linkernaald, maar ik doe het altijd eerst met mijn rechter, maar mijn linkernaald vooraan de draad op en brei ik hem gedraaid. Ik versteek mijn markeerder, ik brei 3 steken. Ik versteek mijn markeerder en dan gaan we achteraan gaan meerderen. Dus ik ga hem eerst zo opnemen. Ik kan, ja, maar ik ben zo gewoon. We nemen hem op met onze linkernaald, maar langs achter in plaats van vooraan. En we breien hem gekruist, gedraaid. Dus we hebben 2 verschillende meerderingen. Ik ga het nog een keer tonen bij de volgende markeerder, dat jullie zeker goed zien hoe het gedaan wordt. Maar ik denk dat jullie wel ondertussen al ondervonden hebben dat het vlot breidt. Ik stel ook niet immens veel steken op, dat komt nog. Maar tegen dan moeten we geen meerderingen of niks doen, dan is het constant rechtdoor en dat is ook weer al een verschil. Dus, bij deze, normaal moet ik met mijn linkernaald die draad opnemen, maar ik zeg, ik neem hem dus altijd op met mijn rechternaald en dan leg ik hem op mijn linkernaald. Dus, neem je rechternaald voor het gemak, neem de draad vooraan op, steek er uw linkernaald door en brei hem gedraaid. Dat is 1 steek gemeterd. U versteekt de markeerder. U breidt de 3 steken tussen de markeerders. U versteekt de markeerder. En nu gaan we dus verdraaid meerderen, dus een andere richting. Dus gaan we onze draad langs achter opnemen en dan op ons linkernaald. Het is misschien ingewikkelder, maar voor mij is het gemakkelijker. En dan brei ik hem ook gedraaid. En zo heb ik 3. Maar ik zal het er klaar en duidelijk bij zetten hoor. Geen nood. Ik ga mijn rij afmaken tot aan mijn, waar ik mijn naald moet wisselen. Ik hoop dat mijn naald deze week zo weg naar hier wint van Luik. Het is nu niet echt bij de deur, maar met die feest aan. Ik vrees ervoor. Dan maar blijven sukkelen met deze. Oké, dus ik heb nu reeds 2, 4 steken gemeerderd en ik moet er nu nog 4 meerderen. Dus in elke toer meerderen we 8 steken. Voor de large doen we dit 24 maal. En dan moeten we een totaal van 272 steken hebben. U mag ze tellen. Ik ga ze tellen voor alle zekerheid, want dan moet ik natuurlijk zien dat alles uitkomt als ik mijn mouwen bereken en mijn minderingen en zo voor de mouwen. Maar hier gaan we dus nu eigenlijk de pas breien. Dus jullie verstaan mij wel wat ik bedoel. We hebben dus de kool gebreid. Een beetje verder leggen dat ik onder mijn camera zit. En dan gaan we dus dit gedeelte breien. En hier lopen onze meerderingen. Dus hier volgen onze mouwen uit. Hier komen onze mouwen uit. En daar komt het lijf uit. Als jullie willen, kunnen jullie eventueel later, maar we zijn zover nog niet, de boorden van de mouwen, als je aan de naalden kunt geraken, want ik ben aan het zoeken naar naalden zonder kop, nummer 5. Ik heb er, maar ik vind er maar 2.
Dus die zullen wel ergens tussen mijn andere naalden zitten, dus dat wordt schommelen, want er zitten enorm veel naalden in mijn box. En mijn onderste boord zal ik misschien ook overschakelen op een rondbreinaald 4,5. Ja, als u eens aan de boord van de mouwen zit, kunt u in principe het ook met een rondbreinaaldje doen. En zoals dit werken met de magische loop, met de magische les, dat kan je doen. En ja, ik vind, eens wat u goed op weg bent met de mouwen, kunt u de mouwen met de rondbreinaald breien. Maar het is makkelijker met 4 naalden. Het trekt niet zo hard tegen. Oké, dus dit is het tweede deel. We markeren onze steek. We steken onze steekmarkeerders en we gaan meerderen. Gedurende 50 toeren tot we 272 steken hebben. En de rest van de verdeling van de steken en zo komt in de video. De volgende keer, het derde deel, gaan we dus het werk splitsen voor de mouwen en het lijf. Dus dan zitten we al een heel eind verder. Dus veel plezier. Er zijn er misschien die nog moeten starten. Het breidt vlot. Ik haast me natuurlijk wel een beetje dat ik kan verder werken, want ik moet elke week zien dat ik een video kan maken, dus moet ik elke week zeker dat stuk gebreid hebben. Maar dat komt goed. Anders brei ik 's avonds laat ook nog een beetje. Dat doe ik sowieso. Dus, we kunnen verder. Ik wil jullie nog één ding vertellen. Aan al mijn volgers en trouwe kijkers, een voorspoedig 2023. Veel breigenot, veel haakplezier en vooral een goede gezondheid, want die is goud waard. Oké, gelukkig nieuwjaar en tot de volgende. Tot volgend jaar.